Oké, dames en heren, welkom bij NL Magazine, bij NL Series. En we gaan het weer hebben over Game of Thrones, na 2 jaar, toch? Twee jaar, eindelijk. Komen we weer terug. Het is een tijdje terug. Ja. Het is 2 jaar geleden dat we hier hebben gezeten, volgens mij. Toen nog op krukken en alles. We hebben ons een beetje geüpgrade, hoop ik. Mm-hmm. Voor de mensen. Oh, meer productievalue. Komt alleen nog maar bij. Nee, dat is nog... Of af. We kijken nog 2 weken. We nemen nu zo'n beetje, het is nu hoeveelste vandaag? De derde? Derde inderdaad. Derde. In ieder geval, dus we nemen nu op. Dus nou, ruim een week, laten we het daarop houden. Dat, ja, zo ongeveer dat wij... Bijna 2 weken, maar dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, dan gaat het spektakel beginnen. Laatste seizoen. Dus dat is echt, nu moet het... Ja, moet de knallen worden. Wat ik wel vond, dat had ik al bij het vorige seizoen. Ik vond de tijd erg snel gaan. Het waren wat minder afleveringen. Ik vond de snelheid van de aflevering erg snel gaan ten opzichte van de vorige seizoenen. Maar dat kwam ook door het feit dat er minder afleveringen waren. Ja, maar dat merkte je wel. Ze ging natuurlijk echt heel snel van alle kanten. Ja, misschien af en toe inderdaad iets te, wat je waarschijnlijk bedoelt, toch? Ja. Dat je het gevoel hebt dat van, er is maar iets voorbij, maar dat waren stiekem alweer weken voorbij. Dat vond ik wel een minpuntje bij het laatste seizoen, vond ik zelf. Waar ik dat vooral zag, was de speedboats. Ja. Dat stoorde me wel. In het begin dacht ik nog van, maar ze deden het alleen maar. Van nu ben je hier. Oh, nu ben je helemaal aan de andere kant van Westeros. Ja. Nee, en dat vond ik gewoon best wel irritant eigenlijk. Ja. En had dan gewoon 2 afleveringen extra gedaan. We gaan dat geheid nu weer krijgen. Precies, daar ben ik mee bang. Nu zijn het minder. Ze zijn wel langer. Ze zijn langer, maar het zijn er wel weer minder. Ja. Je gaat het geheid krijgen. De eerste aflevering trouwens niet. Nee, het valt ook al mee, hè? Ja. 50 minuten zo. Uiteindelijk, ja, maar daarnaast zijn ze langer, hè? Wat was het? Anderhalf uur? Of een beetje max. Een uur, max. Ja, dat is max. Ik had iets langer verwacht. Dat zou de finale zijn, maar... Nou, kijk, weet eens, ik weet dat nummer 3, dat is natuurlijk, moet de topaflevering zijn, hè? Dat is de battle van Winterfell. Oh, oké. Okay. Maar is dat de topaflevering? Oh, is dat niet? Oké, okay, nou, dat is wel... Nou, dat wordt... Ze hebben gezegd dat er meer vechtscènes komen dan elke andere normale bioscoopfilm. Ook meer zelfs als van Lord of the Rings, die deel 2. Van Helm's Diep is dat. Ja, De grote vechtscène moet de grootste zijn in de filmhistorie, inderdaad. Questionable. We gaan het beleven. Maar... Nou ja, dat was zeg maar. Het is ook dezelfde regisseur of producent die heeft daar toen aan meegewerkt en doet ook aan deze aflevering. Oké. Okay. Dus dat wordt gewoon, dat wordt moet nog groter worden dan de Battle of the Bastards bijvoorbeeld. Ook, zeker. Dat was al bijna een hele aflevering. Grote hype om... waar te maken. Ja, nee, dit... En dat zou dus, wat je volgens mij in ook waar je op doet, dan is dat er ook echt 1 aflevering is die bijna alleen maar een vecht wordt. Ja, dit wordt een gevecht wordt. Ja, precies. En dat wordt gewoon een battle. Wat ik dan, als het goed is, dan hebben ze daar ook weken over gedaan om die 1 aflevering alleen maar op te nemen. En maanden zelfs. Dat is echt extreem is dat. Dat moet echt heel erg super zijn. Wat ik dan wel een vraagteken vind, als dat de middelste aflevering is, dus 3. Ja. Dan heb je dus daarna, en dat moet echt het toppunt van het hele seizoen zijn. Dan heb je dus 3 afleveringen daarna. Ja. Waar je net een beetje afdruipt. Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende scenario's die je kan verzinnen bij deze film. Ja, maar dan nog, je moet er wel 3 langere afleveringen mee vullen. Als het eigenlijk al bepaald is op 3. Dan zit je van je aftermath van bijna 3 of 4 uur. Maar dan weet je in feite al dat ze gaan verliezen. Ja, maar dan is 3 misschien de toppunt. Nee, maar wat in het verhaal natuurlijk om gaat, de woorden nog 2 battles verwacht. Eerst natuurlijk... De battle ten opzichte van The Night King. De verwachting is dat die battle ook nog komt. Ja. Dus er zouden 2 battles over die paar. Ja, dan heb je wel. Kijk, dan kan je wel een beetje verzinnen. Ik denk dat Winterfell. Ik weet niet of Cersei komt hoor. Nee, kijk, Winterfell wordt dat is duidelijk, dat wordt gewoon echt een veldslag. Boom, daar gaan ze knakken. Maar, ik denk bij dingen is dat anders. King's Landing, daar is best kans dat het gewoon een heleboel wordt gewoon op wordt geblazen. Wildfire, dus het is eigenlijk een hele kort. Zou niet de eerste keer zijn, wil ik net zeggen, inderdaad dat gebeurt. Ja, dus dat zie ik wel gebeuren. Dus. Ik denk dat Cersei niet ver komt. Zij trekt op naar het noorden toe, al haar troepen die zien. Ja. Wacht, wat? Dat zijn geen normale mensen. Nee. Troepen gaan waarschijnlijk niet meer haar volgen, zien Jaime, denken, oh, Lord and Savior. Hoezo dat dan? Die troepen, als jij als mens, je volgt een of andere, we gaan er even vanuit dat ze loyaal zijn aan Cersei. Ja. Dan loop je dus naar het noorden toe om de enemies of the throne te killen. Ja. Dan hoor je en zie je vanzelf wel dat die troepen in het noorden niet het gemunt hebben op hun, maar ergens anders naar vechten. En dan gaan die troepen vanzelf wel merken van... Maar dat is dus het scenario wat mensen te denken, dat wordt ook een beetje nu naar voren gehaald, dus dat de Golden Company,
Dus niet naar het zuiden vaart, maar naar het noorden vaart. Oh, direct meteen. Gelijk, en die wil dan ook niet dat ze als slaven van achter worden aangevallen. De mens is mens tegen mens. En elke keer dat het daardoor één grote chaotische battle gaat worden. En dat dan de Night King erin komt en het één grote puin op wordt. Ja, dus ja, dat slaat nergens op. Dat wordt het sowieso wel. Maar als dat zo is, dan is het dus eigenlijk gewoon... Dan ben je snel klaar. Want extreem negatief einde. Dus dat verwacht jij. Nou, dat is een beetje het scenario wat gezegd wordt. Maar dan zijn er ook gewoon geen troepen meer om ze überhaupt tegen te houden. Nee. Want dan heb je de laatste legers. Maar het voordeel daarvan is weer dat als je de Night King weet te doden, zijn ook in één keer alle troepen weg. Van die. Ja, je krijgt sowieso die, zoals ik straks ook al zei, je krijgt sowieso die Stark v. Stark. Ja. En dan wint Stark. Nou ja, de Night King is een Stark. Ja, dat is... Het is nooit 100% bevestigd, volgens mij, in de serie. Maar dat... Als je het ook een beetje om te zoeken, dan is de eerste Night King... waarschijnlijk deze, is een Stark. Nou, daar komt sowieso Jonny Sneeuw. Ja. Of Jon Targaryen, hoe je dat nou Maar dat is wel een keerpunt dan, want dan is het niet meer Stark versus Stark. Want dan is wel, hij is half Stark. Ja, hij is half Stark. Ja, nee, maar goed. Hij is een maar dan, nee, maar dan, kijk, je moet hem natuurlijk aanschouwen als een Targaryen. En dan is de Song of Ice and Fire weer compleet. Ja. Dan pas. Ja. Als hij daadwerkelijk degene is die dus tegen de Night King moet vechten. Je kan de Song of Ice and Fire ook op andere manieren zien. Je kan het zien als Stark tegen de Night King. Je kan ook zien, Ice and Fire is gewoon het feit dat hij getrouwd met Daenerys. Trouwens zal er waarschijnlijk niet eens van komen, want die gaat gewoon dood. Eén van de twee zal doodgaan. Je gaat zo meteen, even de predicties doen. Even wachten. Nee, maar ik zie Jon nog steeds als een... Ja, ik wil hem zien als Targaryen, want ik ben nou eenmaal een Targaryen fanboy. Okay. Maar merendeels van die wereld, bijna de hele wereld, ziet hem als Stark. Ja. Ja. Maar zelfs hij zelf zag zichzelf als Stark. Eigenlijk nog steeds. Maar hij weet het nog niet. Maar het interessante, in het begin was ook Jon Snow eigenlijk vooral Fire en Ice samen. Want dat is natuurlijk hij is een mix van Stark. Ja, dat is zo werd het eerst gezien. Nu op het moment met Daenerys. Maar dat zou dus betekenen dat hij letterlijk de enige hoofdpersonage is. Song of Ice and Fire. Dus we hebben het over het leven van Jon Snow. Dat zo zie jij dus. Ja, geschreven door Samuel. En zo kan je... Dat was de volgende stap, ja. Dat was de volgende stap. Nee, maar je kan het dus op drie manieren zien. Je kan zien Jon Snow / Targaryen / Stark / is Fire and Ice. Je kan het zien als Daenerys en Jon, Fire and Ice. En je kan het zien als Night King en Jon, Fire and Ice. Ja. Dus er zijn verschillende interpretaties. Ik denk zelf dat het Jon Snow is, persoonlijk. Ik weet niet of hij het overleeft. Want het is Game of Thrones, dus ik zie hem er best voor aan om hem dan in de laatste episode. Ja, of je krijgt zo'n soort There Will Always Be a Night King. En dat hij dan de nieuwe fucking. Kunnen ook raken van alles. Night King wordt en zichzelf dan weer terugtrekt. Ja, maar dan moet hij daar een goede reden voor hebben. Want hij moet altijd een goede reden hebben om iets te doen. Dus Jon Snow, dus dat zal weer op eer uitkomen. Of om mensen te redden. Of Hey, maar we gaan nu heel veel kijken. Kijken of we hebben zo'n klok. Check even hoe we snel gaan. Nee, maar dan... Laten we gewoon even een paar dingen nu doen. Eerst wil ik gewoon eens even kijken. Wie gaan het overleven? Om het lijstje te kort te houden. Wie gaat het overleven met de hele Stannis. En daar blijf ik heilig bij. Totdat ik zijn lijk Heb jij gekeken na seizoen 4? Ja, maar ik zeg niet dat hij in de beste staat ooit zal zijn. Maar totdat ik zijn hoofd en of lichaam aan elkaar of los van elkaar zie, geloof ik niet dat hij dood is. Buiten Stannis. Nou ja, Samwell, want die gaat lekker zo ver mogelijk naar het zuiden toe. En inderdaad, die is toch op weg weer naar het noorden? Hij is er niet. Geheid, wat gaat gebeuren? Geheid. En zoals jij het ook zei, hij is de storyteller. Ja. En het is het eigen beeld van Martin. Ja. Dus dat die doodgaat, het zou kunnen. Maar dat geloof ik niet. Hij is ook niet iemand die meer in actie staat, dus ik geloof niet zo snel dat hij... Oh nee, ik heb een White Walker gekild, dat is de enige actie die hij gehad heeft. Ja. Maar in het hele... Maar wie denk je... Wie nog behalve die twee logische kandidaten, Team Stannis. Ik weet... Ja, Varys... Ja, maar die is al voorspeld dat hij doodgaat, hè? Ja, maar is dat in deze race? Of sterft hij een keer? Hij zal eens hier doodgaan. Ja.
Dat zullen we nog wel een keer, maar ik denk niet dat is wat de voorspelling was van, hè, jij gaat op dit land dood. Hoewel zeggen zij sowieso, is natuurlijk niet zo'n goede voorspelling. Ik denk dat alle main players zo goed als allemaal dood gaan. Ik denk dat alle kopstukken, ik ga uit van een bittersweet en dat eigenlijk alle kopstukken dood gaan. Je zegt dat het zou worden. En het zou me echt niet verbazen, dit is een long shot, als Gendry eindigt op de troon. Die zit zo, hij zit nu in de serie, komt hij weer wat meer naar voren toe. Ja. Na een paar seizoenen lang in de middle of nowhere. Ja, dat doe je. Het was een lang tochtje. Ja, goed. En dan ziet hij 30 keer die speedboten van de Greyjoys langskomen. En hij blijft maar roeien van, god, waarom moet ik heen? Oké, we gaan even. Ik denk dat bijna alle main characters doodgaan, behalve Gendry, Stannis. Questionable, moet ik toegeven. En misschien John, maar dat ligt aan het einde. Ik denk dat degene die niet in midden in de actie zitten, dat die sowieso overleven. Degene die niet in de actie zitten, dat is degene die niet gaan vechten. Sansa gaat dus niet vechten. Ze voelen een casualty. Ja, maar ik geloof niet zo snel dat het gebeurt. Maar een karakter die dus misschien half vergeten is natuurlijk Kleine Sam. Wat gaat daar gebeuren? Dat is natuurlijk eigenlijk meteen wel dood. Echt bam. Dat is een Nightwalker eigenlijk. Ja. Wordt dat niet gewoon de volgende? Nieuwe Night King. Ja. Als we het over eentje hebben. Nee, ik zie het nou al voor me. Die laatste scène van de laatste aflevering, dat je zijn ogen opeens blauw ziet worden. Oké, wat is het voor horrorfilm? Hand uit het graf. Een beetje die richting zou ik meer verwacht hadden. Maar van twee characters, wie denk je die gaat overleven? Jamie denk ik niet. Jamie die denkt dat het voor hem tijd is om dood te gaan, denk ik. Voor Jamie. Dat denk ik ook wel. Ik denk Sansa, waarom weet ik niet, maar op de een of andere manier denk ik omdat zij niet betrokken is. Ja. Ik denk eigenlijk ook Cersei, ook niet. Zo. Omdat zij ook niet in de actie zit. Het is misschien een rare manier van denken, maar dat is de tour waarop ik dus verwacht. Daar heb ik zo meteen nog wel op in te brengen. Want uiteindelijk is het lijkt mij ook de bedoeling dat we dus zo meteen ook daadwerkelijk iemand gaan zien die op de troon plaats gaat nemen inderdaad. Ja, okay. Dat doe ik zo meteen. Dus nee. Stennis. Ik moet ook een voorspelling doen. Ja. Nou, ik heb Sam. Wat denk jij? Ik denk Sam, sowieso. Hè, die is de verhalen vertellen. Als die in de eerste episode. Ja, het zou stunts zijn. Dan ga ik echt. Dan ben ik gewoon weg. Dan is de weg ook. Ik ben kansloos. Ja, niet eens door een Nightwalker. Ik denk dat het kind van Daenerys het gaat overleven. Want ik denk dat hij daarna het verhaal verschrijft. Hij is natuurlijk ook zwanger. Dat is natuurlijk ook nog inderdaad het halve mysterie. Ja. Ik denk dat Daenerys gewoon daardoor doodgaat. Nee, dat kost wel 9 maanden, ik weet niet. Ja, maar de buurt zijn zo snel bezig. Ja, true. Dus ik denk dat hij. Kijk, ik denk dat Sam het verhaal schrijft voor dat kind over zijn ouders die het allebei niet overleven. Dat is wel een mooie bekeken. Ja. En ik denk dat Arya, die gaat het ook overleven, die gaat naar het westen. Die krijgt hetzelfde wat je hebt gehad bij bij Lord of the Rings. Die nieuwe Hagar-achtig. Nee, dat zag je bij dingen staan ook, bij Lord of the Rings. Op het einde ging ze naar het westen toe. En zij vertelt over, ik ga naar het westen toe. Ja, dat is okay. West van Westeros, dan kom je dus uit bij de Shadowlands. Ja, weet ik van waar, dat weet ze niet. Dan ga je hem of het is plat. Waarom dan? Ja, dat wil ze, dat is denk ik dat wij into the West, weet je zeker niet dat ze naar het oosten gaan? Nee, het westen had ze het over. Ja, zeker, ik heb ergens een keer gelezen of gezien. Nee, fuck it, sure. Nou, alleen, ik weet nog niet wie er op de troon gaat zitten. Ja, maar dat ga ik zo meteen. Dat is de volgende vraag, dan ga ik nu gelijk, want die sluit een beetje hierop aan. Mm-hmm. Wie zit op het Iron Throne aan het einde? Ja, dat is natuurlijk inderdaad een goede vraag. Ik heb een idee, maar ik geen main character. Geen? Nee. Dus? Ik denk dat dat te voor. Ja. Ik denk dat een main character op dit punt te voor dan liggend is. Wat ik denk, en nou branch ik wel een beetje uit, ook deels op wat jij zei. Ik denk dat Cersei het niet wordt. Sowieso. Ja? Ik denk dat Cersei en Jamie samen doodgaan. Ja, ik denk dat dat een einde wordt van dat hele drama van 8 seizoenen lang. Kinderen zijn dood, zij zijn ook dood. Ik denk dat dat op een of andere manier, dat of in elkaar, romantisch genoeg in elkaars armen, of hij kilt haar en gaat dan zelf dood. Iets, die twee die gaan botsen. Nou ja, ze hebben al gebotst, meerdere manieren in te vullen hoe zij gebotst hebben. Maar nee, dat sowieso. Ja, ik blijf bij niet de main character, maar wel een van de houses. Ja, toch wel? Ik denk het wel, maar wel een van de... Meest bittersweet zou zijn natuurlijk gewoon letterlijk de Night King.
Ja, maar bittersweet betekent dat, betekent niet. Bittersweet betekent dat wel een goed einde is, alleen het is een einde wat niet heel erg prettig is. Dat is het anders. Ja. Nee, ik bedoel, het is een einde wat wel kostbaar is. Het is een heel kostbaar einde. Zeg maar, alles gaat dood, maar je wint wel. Ja, zo is het. Ja, zo moet je zien. Okay. Dat betekent dus dat zou een uiting dus niet kunnen worden. Nee. Ik weet het niet. Op de een of andere manier zou ik het niet heel, zou me niet heel verbazen. Like, zo, als dat het zou best gaat. Kunnen dat de Night King alles killt, behalve een klein groepje, en dan weer gewoon weer terugtrekt naar het noorden. Dat er dan een klein groepje overblijft, dat alles weer opbouwt. Of vertrekt naar... Als we het over de kinderen hebben trouwens, want we hebben inderdaad de kleine Sam, nou, die is dus 10 jaar of zo. Kind. Nou, je hebt dus inderdaad het kind van Daenerys, maar je hebt ook nog het kind van Cersei. Gaat daar nog iets mee gebeuren? Ik denk dat hij miskant krijgt. En dat ze dan helemaal koeken wordt. Die krijgt hij dan gaat ze al, dan gaat ze echt blister. Ja. Dan is ze echt al de kinderen kwijt. Ja. Nee, maar dat vind ik wel leuk. Ik denk dat... ik zit ermee te kijken, want hij is een beetje parallel met geschiedenis. Hè? Ik denk dat uiteindelijk Sansa op de troon gaat zitten. Okay. Als een soort Elizabeth I. Ja. Ongetrouwd. Ze volgen inderdaad wel in dat verhaal. En, ja. En dan is zij natuurlijk ook gelijk zeg maar regentus van haar nichtje. Die nog niet volwassen is. Dat is dan een jong meisje of jong. En dat zou dat kind van de nergens moeten zijn. Ja, precies. Dan is zij haar tante. Want zo is en dan gebeurd. Komt er weer een Targaryen op de troon. Zo is ook in het echt gaan. Want bij Elizabeth I is ook Stuart ook een neefje geworden. Ja, dat is wel waar natuurlijk. Dus dat zit ik aan te denken. Oeh, Sansa op de Iron Throne. Ja. Dat denk ik wel. Dat is wel het verhaal die altijd. Zij is degene die het echt wil, hè? Nou ja, de Stark. Eigenlijk wel, ja. Dat is dus wel waar. De enige die het altijd in het hele... Die er nu nog zijn. Ja, vaak wordt dat ook juist gepunished in deze serie. Ik denk dat zij het wel... Kijk, en die andere stuk Gendry. Ik denk dat het uiteindelijk dat het wel een legitiem zoon wordt. Ik denk dat... Of Gendry gaat samen met... Dat als die samen gaan trouwen, is het ook... Dat zou heel raar... Nou, dat zou op zich ook wel weer een leuk loopje zijn. Want in seizoen 1 waren de Starks en de Baratheons ook gewoon echt... Eigenlijk wat ze wilden. Grote matties. En dan eindig je weer met de Starks en de Baratheons. Maar dan met een Targaryen als opvolg. Ja, of zo. En het grappige is dan dat... Of een halfbloed, I guess. Nee, maar dat Gendry is een echte Baratheon. Terwijl die Joffrey was het niet. Gendry is een legitieme troonopvolger. Ja, is de legitieme troonopvolger na Stannis. Ja. Ik blijf zijn naam gewoon noemen. Ja, weet ik. Nee, maar het je luistert. Niet, weet ik gewoon. Martin, Dennis. Nee, maar het interessante in de boeken is hij nog niet dood. We lopen al voor op de boeken. Dus waar is Duncan de Tal? Om het even af te maken. Kijk, ik denk dat hij gewoon... Ik ken hem echt. De zoon is ook van Cersei. Dat is dat kind wat ze in het begin hadden... Dat heeft ze verteld, hè? Dat is het eerste kind zo gaan dood is, maar eigenlijk... Is hij geshipped. Die is gewoon weggeshipped. Dus dat is een legitiem, dus een echte opvolger. Ja. Als die samen met Sansa gaat, dan heb je dus de Stark samen met Redskin. En dan kun je keuze of ze nemen zelf kinderen, of uiteindelijk wordt het de zoon of dochter van. Nou ja, als zij helemaal weer op de troon zit, dan hebben de Targaryens geen eens recht meer op die hele troon. Nee, maar dan zou ze kiezen. Nee, maar dan zou dat kind van Daenerys, mocht hij het overleven... Die wil hem het recht halen dan. Dan komt wel een prequel. Zo werkt dat toch? Zo werkt dat. Het zou een sequel moeten zijn. Nee, maar dus komt wel in waarin wat meer his history repeats itself. Ja toch? Zo werkt. Maar dat zou een beetje het punt zijn. Zijn allemaal Night Kings. Ja. Nee. Heel typisch zijn. Ja, maar dat is ook een theorie in wat je op internet hoort. Dat met name die Three-Eyed Raven. Die heeft eigenlijk heel zijn doel gemaakt om maar die Osiris Ahai te maken. Bran die wil het gewoon het liefst zich in een boompje aan liggen en de rest van zijn leven gewoon... Nee, dus eigenlijk omschrijf je eigenlijk een beetje de Matrix verhaal. Maar wie dus is het niet? Bewust gemaakt om het alleen maar elke keer te laten draaien. Nee, dat niet. Nee, ik bedoel... Ja, het blijft een loopie. Nee, dat niet. Nee. Je hebt die oude Tree uit Raven. Ja. Dus het is niet Bran, maar... Brandon River? Ja. Ja. Ja, die dus was in deze serie niet wat gezegd, maar een bastard is van de Targaryens. Die zag van tevoren dat hij Night King zou komen, dus die heeft heel een champion gekweekt om te zeggen, dat is Jon Snow. En hij heeft ook een opvolger gekweekt in Bran. Maar... Die is zeg maar weer de Merlijn. En de champion is Jon Snow. Ja, ik zo maar, Bran is hem Arthur, terwijl Jon Snow is Arthur. Is dat een beetje... Bran is Arthur, maar Jon Snow is Arthur. Ik zei sorry, Bran is Merlijn. Ja. Ik geloof niks meer. Nee. Nee, ik snap het. Zou ik denk een beetje van... Ja.
Ja, toch denk ik dat Jon Snow doodgaat. Denk ook, ja. Maar King Arthur ging niet dood. Wel. Ja, helemaal. Ja, true. Dat is eigenlijk zo. Ja, is alleen zo'n... Ja, door, wat was het? Ja, op deze manier verwacht ik niet een recht toe recht aan gebeuren. Ik denk dat het heel zootje gaat rennen. Ik vrees dat ze een Hollywood Ik ben bang dat ze een Hollywood einde gaan. Nee, maar ze hebben het echt gehad over die bittersweet. Dat willen ze echt erin houden. Dan gaat bijna iedereen dood. Ja, ja en, dat, en ik ga zo wat kijken hoe het langs. Wat het enige wat kan gebeuren, is dan met die derde aflevering, dat die Night King bijvoorbeeld dood gaat. En dat de andere twee afleveringen, drie afleveringen, het gevecht wordt tussen de levenden. Dat het weer een Game of Thrones wordt. Ja, nee, tenminste, het kan. Uiteraard kan dat, zeker. Maar op de ene manier ben ik dan, heb ik dan zoiets van dat... Ja, op de ene manier verwacht ik het niet. Waarom niet? Ja, maar op de ene manier was het hele achterliggende... Het leek wel of de Game of Thrones, zeg maar, onder de levenden... Dat was maar een bijspel. Want het echte ding, dat was juist het hele Night King. Ja. En nu draai jij dus, zeg maar, zeg jij eigenlijk... In het laatste seizoen draaien ze het weer terug. Ja. En dat verwacht ik dus enigszins niet. Nee, dat niet, maar het zal een hele leuke twist zijn. Ja, maar ik zou wel teleurgesteld zijn. Nee, want dan uiteindelijk zijn ze allemaal back off. Ja. En dan moeten ze nog een keertje gaan... Ja, wel, tuurlijk. Dat zal nee, wel. Maar hij wordt zo gehyped en het wordt allemaal zo opgebouwd. Het gevoel van dread. Nee, weet je waarom? Omdat hij is niet zo super... Kijk, die Night King is gewoon super sterk. Hij gaat sowieso dood, maar ik denk niet bij Winterfell. Ik denk dat is letterlijk vlak na de muur. Dan hebben ze... niks gehaald. Ja, maar het zou een stunt zijn. Het zou een stunt zijn, tuurlijk. Ja. Maar ik weet het niet. Ja, het kan. Ik hoop het niet, persoonlijk. Dat is geen einde waar ik op zit te wachten. Maar ja. Het kan wel tof zijn. Maar... Hey, jij zo stoppen voor het kijken van de klok. Het is 20 minuutjes hebben we gebabbeld. Okay. Dat is mooi. Zie je dat we het nog makkelijk konden... We hadden even de twist of we überhaupt wat konden vertellen, maar volgens mij hebben we het toch aardig om over te praten. Ik kan nog anderhalf uur zitten. Ik kan alleen maar nog maar zeggen dat we zijn benieuwd. Gewoon, het zijn nog twee weekjes. Twee kleine weekjes en dan zien we in ieder geval het begin. Ja. En dan gaan we echt gewoon kijken naar de verschillende onderdelen van die aflevering. En dan wordt het ook getoft. En speculeren op de aflevering daarna. Ja. Want het loopt nu ook voor op de boeken. Ja, ja nee, we kunnen gewoon... Kan er... Plus, de boeken zijn helemaal daar nu en de serie is daar. Ja. Dus... Men zegt al van die boeken, die reeks komt ook nooit af. Verwachten ze vrezen dat hij sterft voordat hij afkomt. Ja. Oké, dat is wel lullig voor iemand. Maar... Nee, maar dat vrezen ze. Ja, ik hoop het niet, want ik wil het wel lezen. Ja. Daar niet van. Dames en heren, ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij wel in ieder geval. Vond het toch sowieso leuk om even te doen weer. Ja. En nieuwe tafel. Tot volgende keer. Ja, nieuwe tafel. Top. Hey, zie je.